vernieuwen technieken bij en gaat dat steeds sneller? Ja, je ziet er steeds meer in de huidige zaken, maar ook in die oude zaken kunnen we weer meer dan voorheen. Ja, nou ja, waar jouw vakgebied nog vrij nieuw is, hè, het begon in de jaren 80 tot, nou ja, zoals het dan dus nu gaat, steeds weer nieuwe methodes. Gaan we nu naar jouw vakgebied, Bart. Het is het oudste, zou ik toch wel kunnen zeggen, forensisch patholoog. Ja, het onderzoek bestaat inderdaad al heel erg lang, eeuwen kun je wel zeggen. De ontwikkelingen die gaan natuurlijk veel minder snel dan bij DNA. Gelukkig hebben we toch ook nog wel wat nieuwe ontwikkelingen waarbij we ons onderzoek kunnen verbeteren. Ja, want leg eerst eens eventjes uit forensisch patholoog. Waar komt jouw werk op neer? Waar mijn werk op neerkomt is als er een overleden persoon is aangetroffen en er zijn vragen rondom het overlijden. Is er misschien een strafbaar feit? Is er een scenario wat we niet kunnen uitsluiten? Dan wordt het lichaam verplaatst naar het Nederlands Forensisch Instituut. Waar dan de forensisch pathologen uitgebreid uitwendig en inwendig onderzoek verricht aan het lichaam. Ja, dus ook het lichaam echt openmaken en alles tot detail bekijken. Wat is hier gebeurd? Hoe zijn verwondingen ontstaan bijvoorbeeld? Ja, dus een van de vragen is natuurlijk welke letsels zien we? Hoe kunnen die zijn ontstaan? Als er een schotletsel is, kun je iets zeggen over de schootsafstand. Maar daarnaast doen we ook een volledig medisch onderzoek. Dus we gaan ook kijken of iemand ziektes heeft en of die van belang zijn voor het overlijden of ergens anders voor belang. Want uiteindelijk kan die zaak ook voorkomen in de rechtbank en dan wil je niet dat een tegenpartij zegt je hebt een onvolledig onderzoek gedaan. En daarnaast kan het van belang zijn voor de nabestaanden. Ja, precies. Want hoe zorg je dan dat je niks over het hoofd schiet? Ons basisonderzoek is vrij uitgebreid en vrij compleet. Hè. Dus we doen een volledig uitwendig onderzoek, een inwendig onderzoek van alle organen. Nemen we ook een stukje weefsel af wat we microscopisch bekijken. We doen ook een toxicologisch onderzoek, een radiologisch onderzoek. Dus we hebben al een vrij uitgebreid basisonderzoek. Ja, en even toxicologisch, dat is dan wat er allemaal voor stoffen in je lichaam gaan. Klopt, dus een toxicologisch onderzoek. Dan je hoort ook heel erg medisch onderlegd. we kijken onder andere naar bloed en urine en dan kijken welke stoffen zitten er in dat bloed en zijn die van invloed op het overlijden of voor beïnvloeding? Dus heeft iemand alcohol op en was die daardoor beïnvloed? En dat is iets wat een toxicoloog kan beoordelen. Ja, en hoe moet ik me dat voorstellen? Want jij staat daar dan. Nou, je hebt nu zo'n groen pak aan. Dat heb je dan ook aan, denk ik? Ja, ik heb dit onder andere aan, maar ik heb nog wat meer bescherming aan, inderdaad. Wat betekent het? Nou, ik heb natuurlijk handschoenen, mondkapje, hoofdkapje, maar ik heb ook nog wat extra, een schortje aan en dat soort dingen. Dus ik wil liever niet in contact komen met het materiaal van overlijden. Nee, en jij staat er dan, maar je staat er niet in je eentje, denk ik. Nee, zeker niet. Dus er staat altijd een fotograaf. Dus alles wordt fotografisch vastgelegd. Dan kun je zelf nog een keer ernaar kijken. Maar ook voor een second opinion kan het van belang zijn. En er zijn ook twee sectieassistenten die helpen bij het openen en sluiten van het lichaam. En heel veel ander werk rondom die sectie verrichten. En naast deze medewerkers van het NIV staan er ook twee mensen van de politie in de zaal. En dat is dat we een kort lijntje hebben met de politie. En zij snel vragen van ons kunnen beantwoorden die van belang zijn voor ons onderzoek. En wij ook snel wat dingen kunnen terugkoppelen. Zodat zij zo snel mogelijk verder kunnen met het politieonderzoek. Ja, dan worden natuurlijk ook foto's gemaakt. Komen jullie wel eens echt voor dilemma's te staan? Dat je denkt, ik snap niet hoe deze verwonding ontstaan is. Er zijn natuurlijk lastige zaken. Er zijn ook wel eens zaken, er zijn er een aantal per jaar waarbij je uiteindelijk geen doodsoorzaak vindt. En dat is wel onbevredigend. Ja. En dan loop je uiteindelijk tegen de limitaties van je onderzoek aan. En dan zijn er nog wel andere onderzoeksmethoden. Bijvoorbeeld genetisch onderzoek. Iemand kan ook een erfelijke hartafwijking hebben. Dat doen wij niet standaard onderzoeken, want dan zit je ook met ethische dilemma's te werken. Maar dat zijn wel onbevredigende zaken. Zowel voor ons als voor de politie als voor de nabestaanden. Ja, lig jij daar dan nog wel 's nachts wakker van? Dat je denkt, wat kan ik nog? Hoe? Ik lig er niet wakker van, maar ik denk er wel nog wat vaker over na. Ja. Wat is precies jullie doel? Is dat dus de doodsoorzaak achterhalen? Of is het pas geslaagd als we uiteindelijk daarmee ook weten wie die dader dan uiteindelijk is? Hoe dat, zien jullie dat? Dat is verschillend per onderzoek. De eerste vraag die natuurlijk altijd wordt gesteld is de doodsoorzaak. Maar in sommige gevallen is dat ook heel duidelijk. Hè? Soms staat er op video dat iemand neergeschoten wordt. Nou goed, dan hoef je geen uitgebreid onderzoek te verrichten om de doodsoorzaak te achterhalen. Mm-hmm. Dus waar de obductie nog meer van belang van is om sporen te verzamelen. Dus zoals ik al zei, wij nemen bloed en urine af voor toxicologisch onderzoek. Maar soms is het ook een stukje bot geraakt door een mes bijvoorbeeld. En dan kunnen er kleine deeltjes metaal in dat bot komen. Nou, dan bewaren we dat bot en kan dat weer door een andere onderzoeker onderzocht worden. Ja, je omschreef net al even hoe frustrerend het soms toch ook kan zijn als het niet lukt. Maar het lukt natuurlijk vaak wel ook om tot een conclusie te komen. Hoe voelt dat als je weet van, ik heb misschien wel hiermee het ontbrekende puzzelstukje gevonden? Ja, dat is uiteraard een goed gevoel. Ja, en ik zoals ik al zei, als iemand neergeschoten is en neergestoken is natuurlijk erg
erg triest. En daarbij hebben we zeker nog een toegevoegde waarde. Maar voor mijzelf vind ik de zaken waarbij je aan de buitenkant niet zo goed ziet waarom is die persoon overleden, dat vind ik voor mijzelf de interessantste zaken. Want daar kan mijn onderzoek ook van meer toegevoegde waarde zijn. Omdat er toch nog meer mysterie dan is. Ja. Ja, we weten niet wat er is gebeurd. Ja. Ja. Er zijn nog te veel vragen open. En soms moet je daarvoor in het lichaam kijken om die vragen te beantwoorden. Is dat ook wat jij mooi vindt aan je werk? Ik vind natuurlijk de vakinhoud vind ik super interessant. Maar ook de toegevoegde waarde die het heeft. Niet alleen voor de rechtsgang, maar ook voor de nabestaanden. Dat je antwoord kunt geven op vragen die er spelen bij de politie, maar ook bij de nabestaanden. En dat je daarmee ook die overledene een stem geeft. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat mensen denken van ja, goed, het is in lichamen openhalen. Het is allemaal ook wel heel gruwelijk natuurlijk. En je ziet mensen, je ziet natuurlijk ook de vreselijkste dingen, kan ik me voorstellen. Het is een invasief onderzoek. Ik zou het niet omschrijven als gruwelijk, want we gaan heel respectvol om met het lichaam. En we zorgen ook dat het zo goed mogelijk weer terugkomt bij de nabestaanden. Nee, maar goed, je ziet ook wat voor gruwelijks er soms is aangericht. Dus ja, dat klopt. Het kunnen natuurlijk ook hele jonge mensen. Nou ja, het maakt niet uit, het is altijd vreselijk natuurlijk. Ja. Maar er komen ook inderdaad ook aan misschien. Er komen ook hele jonge mensen bij ons, ook baby's worden soms vermoord. Dat zijn vrij heftige zaken. En soms heb je er elkaar nodig om je daaraan te ondersteunen. Ja, is dat iets waar jullie ook veel met elkaar dan wel over praten? Ook als het... Dat valt aan zich wel mee. Kijk, je gaat dit werk ook niet doen als je daar heel moeilijk mee hebt. Maar goed, er zijn soms momenten dat je dat wel doet. Ja. Dat je elkaar nodig hebt. Ja. Als we het hebben over forensisch pathologen, de koning, toen hij bij het NFI was, was dus ook even bij een collega van Bart. Zeker, die heeft daar meegekeken naar hoe de onderzoekers te werk gaan. Luisterde heel goed. En... Ja, precies. Maar kon jij aan de koning zien hoe hij dat vond? Wat hij ervan vond? Nou, hij keek heel geïnteresseerd, maar op het moment dat uitgelegd werd hoe dan het schedel opengezaagd werd en ook de zaag daarbij getoond werd, kon hij zijn gezicht niet helemaal in de plooien houden. Maar verder werd er natuurlijk heel respectvol mee omgegaan. Het is ook niet voor iedereen weggelegd. Nee. Veel respect voor het werk wat jullie doen. Nou heeft dat werk natuurlijk ook alles te maken met het menselijk lichaam. En het ontleden van een lichaam, dat gebeurde honderden jaren geleden in het Anatomisch Theater van de Leidse Universiteit. In 1594 opende het theater de deuren en belanden een paar keer per jaar lijken van opgehangen criminelen op de snijtafel. En onder toeziend oog van studenten en nieuwsgierige burgers werd dat lichaam dan op een snijtafel ontleed. En hier in het Boerhavenmuseum is een replica van dat Anatomisch Theater. En onze collega Rick is nu van de plaats Rick daar naartoe verhuisd. Rick, ziet dat er dan ook echt uit als een soort theater? Ja, absoluut. Het is een houten theater, een rond theater met allerlei banken waar mensen in zitten. Zo ook nu. De moordonderzoekers zijn van de plaats Ligt nu hier naartoe gegaan naar dit theater om uitleg te krijgen van een forensisch patholoog over wat